Interessante, want de vraag is van, blijft Rotterdam de linkse koers houden? Of gaat Rotterdam weer naar de rechtse koers en weer terug in de discussie van 10 jaar terug? Nou, ik wil gewoon werk, jongeren helpen, jongeren aan een baan helpen. Ik wil ouderen hebben en ik ga geen discussie voeren. Maar dat wil Leefbaar ook. Ja, nou dat moeten we nog afwachten wat Leefbaar wil. Want wat we tot op heden van Leefbaar gehoord hebben, er zijn eigenlijk drie thema's van Partij van de Arbeid. 1. Werk, economie en aanpak van verloedering. Ja, daar zijn we al mee bezig. Maar hoe kijkt Leefbaar tegen de samenleving? En gaat Leefbaar nog een politiek van 10 jaar terug nog een keer herhalen? Gaat Leefbaar inspelen op de onderbuikgevoelens? Dus op dit moment weet ik niet waar Leefbaar staat. Dus daar wachten we op. En ik hoop dat Leefbaar helder is over punten, over stellingen. Ik ken Leefbaar, in de huidige Leefbaar is grijs, vind ik. Leefbaar hiervoor was veel scherper, wist je gewoon waar je aan toe was. Maar op dit moment moet ik nog afwachten welke koers Leefbaar gaat varen. Ik ga je de komende maanden in de gaten houden. Hou me in de gaten. Ja. Maar dat heeft u al 8 jaar gedaan, als het goed is bijna. Ja, dat is ook zo.